Yo kijkers van JupiterXXL, en vandaag ben ik op een hele speciale server met een speciaal persoon en dat is Funzo88. Hi. We zijn vandaag op zijn server, misschien ken je hem van zijn kanaal Funzo88 op YouTube, link staat in de beschrijving. En we willen, Achtbach wil ook dat ik zijn beest laat zien, die voeg ik ook wat in de lijst. Oh. Ik heb 4 beestjes vandaag om te laten zien. En ik kan ook de hele server verder laten zien. Hier zijn allemaal fans van Funzo. Wacht, ik ga vragen of ze ook fans van mij zijn. Jullie ook fans van mij? Oké, we gaan als eerste. Iemand is fan van je. Gaan we eventjes de loterij laten zien. Ja, yeah, loterij. Hier heb je de Funs Lottery. Dat is de matige volgens mij. Jackpot staat nu op $1738. Euro. Maakt me wel. Ja, het staat in een dollar. Er staan allemaal mensen in. En dan hebben we de Euroknaller. Die staat op 62.06. En we hebben de Funs Jackpot. Dat is $2964.5. Dan lopen wij nu eventjes naar de events en livestreams. En iedereen loopt TPA en TPA hier naar mij te doen. En waar ben je? Bij de events. Achter je. Hi. En dan hebben we TNT Wars. Komt op woensdag 15 juli. Ik ga er proberen echt mee te doen. We hebben een drop party, komt op 29 juli. En de dag daarna is mijn verjaardag. 6 augustus komt er een build battle, daar ga ik hopelijk ook aan meedoen. En Tobra Make gaat morgen om 3 uur live. En dat zijn de events die tot nu toe komen. En het geruis wat je op de achtergrond hoort is mijn airco. Ja, logisch. Die heb ik maar even aanstaan. Hier heb je de regels, je mag niet adverteren, dat is 10 dagen ban. Grieven is stemban voor een week. Hacken is permban. Schelden of respectloos zijn is een mute. Geen seksuele bouwwerken, dat is een directe ban. Niet bij mensen voor rang zeuren of stuf. Dat is 3 dagen ban. Niet steeds vragen voor staf is mute of ban. Niet met caps praten is 3 dagen ban. Gehoorzaam de staf is 2 dagen ban en ik heb een Funzo uitgekregen. En niet spammen in de chat, dat is autoban voor 2 dagen. Even kijken of er nog wat hier te zien valt. De ranks. We hebben dus Wood rank. Die nummertjes is allemaal MCMMO level. En daaronder staat wat je ermee kan. Stone rank, Iron rank, Gold rank, Diamond rank, Emerald rank. En dat is overduidelijk een hele moeilijke om te halen. Want dat haal je echt niet zomaar. En dan heb je rank plus, dat is gewoon donator. Dat gaat gewoon met je rank en dan een plusje erachter. Dan hebben wij hier nog de stafroom. Deze staf vind ik wel de beste staf die er is. Die hier helemaal linksboven hangt. Vind je? Mhm. Ik vind deze ook wel goed. Deze best. Ik weet eigenlijk niet eens waarvoor die FCB en het FCB zijn. Funzo Craft Builder. Oh, of course. En deze vind ik ook. Oh, ik val hier steeds in. En deze vind ik vet. En deze vind ik vet. Iedereen volgt ons ook echt, hè? Tuurlijk. Oké, dan gaan we naar de Funzo Craft Shop. Ja, Funzo Craft Shop. Hier in het midden kan je een beetje standaard dingen als vis, rot en flash, paddenstoelen. Ja, bij de 4 palen, niet hier in het midden. De dingen kan je gewoon cellen. En hier aan de rand kan je dingen buyen. En je kan het ook je eigen shops maken. Ja, dat is ook vet. Je kan je eigen shops maken. Nou, hier is de mooie farm. Die ik al 2 keer plat gestampt heb, per ongeluk. En dan gaan we door deze tunnel kijken, want hier was er nog iets. Je hebt die treasure chests weggehaald, of niet? Ja, die zijn nog in beta. Oké, hier heb je nog ender chests. En hier kan je lekker ranks kopen als je dat wil.
Dan gaan we nu een base laten zien. TP Allekus. We gaan de base van Allekus laten zien. Hoi. Hij is niet vast mee in zijn base. Waar is je base? Oh, hij teleporteert naar zijn home. Oké. Hier hebben we de base van Allekus. Kijken of hij een beetje goede spullen heeft. Dit is denk ik een beetje troepkist. Netherspul ook. Dit ook wel. Hier heeft hij zijn music discs. Hij heeft er aardig wat. Hier heeft hij nog wat random stuff. 19 die. Deze is mooi gesorteerd. Het zijn ores, na ores, dus mining stuff. En in is black wool random ertussen. Maar hij heeft flink wat diamonds al. Die is flink bezig geweest. Hier heb je nog wat random spullen volgens mij. En hier ook. Hij is volgens mij niet echt van het sorteren. Hij heeft vooral random spullen. Veel bones. Hij heeft wel veel bloemen. Kom, we gaan even in zijn endertjes kijken. Hier heeft hij wel betere spullen, zoals spanners en alles. Golden apples, god apples zelfs. Hier heeft hij nog wat iron en zo in zitten. Hij heeft een unwither skull, dat is wel nice. Je hebt echt bloemetjes gedropt, hè? Ik ga het bloemetje droppen. Oh, hij heeft nog meer. Hij heeft ook een dikke... Wow, met al die hoofden. Waar is mijn hoofd? Nu wel. Oké, dan moeten we even... dan moeten we eventjes gaan buigen voor het hoofd. Ja, zometeen. Ach, wacht. Hier heeft hij zijn spider spanner gemaakt. Dan gaan we even in zijn nether kijken. Misschien heeft hij in de nether nog wat gebouwd. Ik ben niet eens een nether geweest in deze wereld. Ik ook nog niet. Maar hij heeft niks in de nether gebouwd. Dat zin niet. Nee, dus wij gaan over naar... Oh, nee, niet weer de nether in, niet weer de nether in. Ah. Wow, zit vast. Wat? We zijn in een andere beest terechtgekomen. Wat zijn we? Deze is van jullie, volgens mij. Niet van mij? Vaartje, nee. Freek? Punzo. Nee, maar deze is van Tommy Sugarboy. Nou, kijk, deze heeft wel redelijk goede gear, Diamond Armor. Dan heeft hij geluk. Mika, hey Mika. Ik heb vaartje voor je. Hier heeft hij wat slechtere spullen in zitten, maar wel grasbloks al. Eentje. Maar dit is niet de bedoeling dat we deze laten zien, dus we gaan verder naar ABC Kiko. ABC Kiko. Hallo Kiko. We laten je base zien. Oké, we gaan... Hier heeft ze allemaal bogen. Dus dat is de meisjes, denk het wel. Eentje met power 1. En deze is meer food, alles. Ores en nou, mining stuff. Houtspullen. Deze houdt wel van sorteren. Dit is redelijk goed gesorteerd. Allemaal lege ovens, volgens mij. Ja. Gaan we verder kijken. Deze zijn al in de end geweest. Dat is wel vet. Serieus? Ja, 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 endstone. Nice. Ze waren echt binnen één dag waren ze in de end al. Hier hebben ze hun enchantment table. Nice. Zie je er uit. En hier hebben ze denk ik een tree farm. Ze hebben birchwood al. Sprucewood, dark oakwood en normal oakwood. Okay, nice. Dus dit is vet bezig. Oh wacht, daar verderop staat er nog een huis. Dit wordt volgens mij best wel een vet huis, zo te zien. Ja, dit wordt wel een vet huis. En daar hebben ze een village. Kijk of ze daar nog iets hebben gebouwd. Ja, is er iemand gepromoveerd naar Gold? Ja, Allekus. Oké. Hier hebben ze gewoon een village. Die is volgens mij gewoon helemaal geplunderd. Niks gebouwd. Nee, wacht. Hier hebben ze iets. Claimed by Evo Games XL. Als je een aanraakt, krijg je een ban. Niet echt hoor. Raak maar. Ban nee. Word ik nou geband? Nee, ja. Wij mogen dat.
Ja, wij zijn dikke admins. Jij bent een developer. Ja, maar ik heb wel de admin permissions. Ja, natuurlijk, je hebt alle permissies. Je hebt niet eens echt admins. Nee, nog niet. Nee. Mods kunnen admins worden. Zullen we naar 8-8 toe gaan? Ah, scriptie. Hey. Oh jee, huisinspectie. Is even een huispolitie, huisinspectie. Plak een hoofd boven je deur. Zodat wij er geweest zijn. Inspectie. Was hier. Nice. Wat ben je stil geworden, Jasper? Stil. De Kriedluk. Volgens mij heeft hij zo hard gefeest dat het dak er vanaf is gegaan. Oeh, science. Lololololololol. Hij is geaccepteerd. Hi. Jasper? Hoor je me nu? Ja, hoor ik het. Oké, raar. Jij viel weg en ik viel weg. Op een of andere manier is mijn microfoon denk ik uitgesprongen en jou ook. Deze heeft echt 5 funs, maar het kan ook, maar ik moest net wel mijn microfoon weer aandrukken. Dit is een mooie beest, hij heeft het wel mooi gemaakt. Wat? Ik heb een 6 funs al uit. Ja. Holy shit.
Oh, nou heeft hij een Steve ad. Wacht. Oh, nee, ik wil je beest niet destroyen. Zo, die moet er ook nog hangen. Dit is een redelijk mooie beest, redelijk swaggy gemaakt. Dat is van het huis volgens mij. Ah, ik weet niet, ik ken de hobbits niet. Echt niet? Nee, nooit gekeken die film. Ik heb het gemist. Oh my god, het is funny. Oh, dat is cute. Is cute, ik ga hem aaien. Oeps. Oeps. Volgens mij is het niet klein. Wacht, ik maak even... Ik span even een nieuwe. Hij is niet klein. Oké, zeg even tegen hem dat ik een nieuwe maak. Ja, maar hij moet een name tag. Name... Wat die naam, hè? Tag, ja, oh god. It's... Hey, bunny. Kopina is al uitgelezen, hoor. Het is een kleine kill. Sorry. Ik dacht echt, ik ga hem aaien. Hij heeft genoeg HP. Wat heb ik verkeerd gedaan? Oh, 1. Typ ik het weer verkeerd, die 1. Oké, rustig. Dan kan je het binnen. Nothing happened. Hij vindt me weer leuk. Oké, maar dit is zijn bunny's huis dus. Was. Hier heeft hij farming stuff. Nou, hij ga ik niet helemaal laten zien. Hij heeft super veel kisten. Maar het is in ieder geval een super mooie beest. En IP is Funscraft. Ik zal het wel even typen. playhdg.eu, dat was het. Zo, kijk maar even goed. En heb jij nog iets te vertellen over de server? Joinen. Ja, joinen. Joinen. Plezier niet geven, niet kijken, klaar. Ja, joinen, plezier hebben, doneren en alles. Oh ja, binnenkort komt er ook Escape the Hunters, gecodeerd door mij. Ja. En hij is binnenkort ook helemaal verkrijgbaar op Spigot. Voor maar slechts 10 euro. Hopelijk wordt hij goedgekeurd. Vast wel. Maar ja, dat wordt fucking chill. Dus kunnen jullie het ook voor je eigen server gebruiken. Ik ga waarschijnlijk de link in de beschrijving zetten. Zodra hij goedgekeurd is op Spigot. Ja. En dan kunnen jullie hem kopen en dan downloaden. Of gewoon spelen op Funscraft. Mag ook. Precies. En ja, ik denk dat dit de video wel was. We hebben alles laten zien en 4 bases. Volgens mij vonden ze het leuk. Dus. Wat? Oh, doei. Dat klonk echt heel raar. Dikke spam. Nee, maar bedankt voor het kijken. En doei. Tot de volgende keer.